We hebben nog steeds niks in handen, dus dingen moeten nog veel beter. Maar het gevoel dat we vooruit gaan, ja, dat geeft gewoon energie. En de manier waarop wij werken, dat geeft ook heel veel energie. Met Dick kijken we terug op de eerste seizoenshelft. Die alles behalve vlekloos begon, maar nu lijkt er een betere periode aangebroken. Er staan nu een paar vrije dagen voor de deur waarin de staf tijd krijgt om terug te kijken op een roerige periode. Kijk je er dan naar uit of zeg je van, joh, we zitten er zo lekker in, ik had nog wel even door willen gaan? Ja, we zitten er lekker in. Dus dat geeft wel een dubbel gevoel. Dat je eigenlijk in een soort van goede vibe zit. Dat je denkt, we willen door. Alleen het is ook zo dat een beetje rust, zeker in deze periode, wel heel lekker is. Dus daar gaan we wel van genieten. En we nemen het goede gevoel gewoon mee van de laatste weken / maanden. Want ik vind echt wel dat we iets in handen hebben. En dat moeten we ook in het nieuwe jaar weer continueren. Nou, ik denk dat we een afslag hebben genomen waarin we echt op onze manier zijn gaan spelen. Dus we hebben heel lang gezocht naar wat zijn nou de beste poppetjes die samen spelen. Hoe willen we überhaupt voetballen? Dat heeft ook iets te lang geduurd, vind ik. Maar heeft wel zo moeten zijn. Ik geloof er ook in dat die dingen hebben moeten gebeuren om uiteindelijk alles op zijn plek te laten vallen. Ogenschijnlijk, hè? Want we hebben nog steeds niks in handen. Ja, we hebben wel iets in handen, maar we staan nog steeds maar ergens rond plek 6, 7, 8 op de ranglijst. Dus dingen moeten nog veel beter. Maar het gevoel dat we vooruit gaan, ja, dat geeft gewoon energie. En de manier waarop wij werken, dat geeft ook heel veel energie. Wat zijn momenten waar je echt van hebt kunnen genieten de afgelopen half jaar? Nou, dan kom je met name terug op de laatste weken, hè, waarin we heel veel goede wedstrijden hebben gespeeld, vind ik. Jong AZ uit, gisteravond Willem II uit, Roda JC uit, vond ik een... voor ons doen een topwedstrijd. En dan, dat begint ergens op trainingen. Dat begint op doordeweekse dagen, waarin je dingen afspreekt, waarin je afspreekt van, hey, dit willen wij, zo gaan we spelen. Deze speelstijl hebben wij voor ogen, met de intensiteit, wat past bij deze club en bij deze omgeving. En als je ziet dat daar een automatisme ontstaan en dat mensen vertrouwen krijgen in elkaar en ook in zichzelf, ja, dat is wel het mooiste wat er kan gebeuren. En hoe ga je ervoor zorgen dat je dit in een tweede seizoenshelft door kan zetten en eigenlijk nog wel kan verbeteren? Nou, dat liet net al een beetje doorschemeren. Dat moeten wij verbeteren, omdat we ons steeds hoger op de ranglijst willen positioneren. En dan gaat het om hongerig blijven en dingen blijven conditioneren, blijven automatiseren. Een enorme drijf blijven tentoonspreiden. Maar met name voor ogen houden wat we willen. Dus als club. En dan gaat het altijd om de ranglijst, maar het gaat ook altijd om individuen. Want ik ben trainer geworden om mensen te helpen. En ik vind ook dat we heel veel kwaliteit in deze groep hebben. Dan gaat het er ook om dat je helpt, dat je hulp biedt aan die jongens om dat eruit te halen. Zodat ze ook een betere speler worden. Want daar hebben zij voordeel van, maar wij uiteraard als team ook. En uiteindelijk heb je daar als FC Groningen zijn er heel veel voordeel aan. Omdat ik denk dat wij waarde aan het creëren zijn. Over waarde gesproken, extra waardevol zijn de jongens uit onze eigen opleiding. Veel jonge jongens met Groningse roots krijgen dit seizoen de kans om zichzelf te laten zien. Ja, dat doet me heel goed. Omdat het mannen zijn die vooral heel hongerig zijn en die passie hebben voor deze club. Die ook de emotie hebben die daarbij hoort. Ja, dat vind ik heerlijk om mee te werken. Het gaat bij al die gasten bijna niet om wat goed gaat. Maar het gaat vooral om wat beter moet. Ja, dat past ook wel bij mij. Heel hongerig om deze club te helpen en dat zie je gewoon terug. En als je nu ook ziet de steun die wij krijgen uit en thuis, ja, ik vind dat fenomenaal. Dat geeft mij iedere wedstrijd weer kippenvel. En dat voelt onze spelersgroep ook. Ja, dat, uiteindelijk gaat dat ook zorgen dat wij terugkeren naar waar we horen. Dat al onze jongens, die hebben enorm veel gevoel bij deze club. En ik denk dat daardoor ook de supporters nu zien dat ook echt zo is. En dat je dan een enorme goede wisselwerking krijgt. En dat gaat ons ook goed helpen, verwacht ik, in de tweede seizoenshelft. In de tweede seizoenshelft wacht de FC nog 19 wedstrijden in de Keukenkampioendivisie. Wat wens jij de FC-supporter toe voor 2024? Ik wens ze in allereerste plaats natuurlijk een hartstikke goed en gezond 2024. Dat je met je familie, dat elke supporter met zijn familie een prachtig jaar mag beleven. En als we dan het voetbal koppelen, dan hoop ik dat wij hier nog hele mooie wedstrijden mogen gaan spelen. En dat wij ons gaan bemoeien met de bovenste plekken op de ranglijst. Waardoor het goede gevoel wat nu een beetje naar boven komt, structuur gaat krijgen en structureel gaat worden. We zijn er nog lang niet, maar we hebben wel iets beet. En als wij ons blijven ontwikkelen en de dingen blijven doen die wij nu doen,
Ja, dan denk ik dat we nog heel veel punten kunnen gaan halen. En dan is het kijken van week naar week. Ik weet dat dat een enorm cliché is. Maar ik heb heel veel vertrouwen in onze mannen en wat we doen. Heel veel vertrouwen in mijn collega's. En ja, dan ben je afhankelijk van een aantal ploegen boven je nog steeds. Maar dan denk ik dat wij mooie stappen op de ranglijst kunnen gaan zetten. Want dan zullen onze criticasten zullen zeggen, van, waar hebben we het over? We staan nog steeds in de middenmoot. Maar ik heb het gevoel dat we een beetje kleur op de wangen krijgen. En laten we hopen dat die blosjes aan het eind, dat die leiden tot een geweldig rood hoofd. En dat wij het gevoel hebben dat deze club weer een beetje terugkomt in de vaart der volkeren. En wie heeft het meest rode hoofd aan het eind van de rit? Ik hoop dat ik dat ben. Goed, dankjewel.